Meneer Bosma heeft een vraag. Hij heeft nog nul interrupties, het hele debat. Ja, voorzitter. Het is nog tranentrekkender, want ik heb een mooie bijdrage geleverd, vond ik zelf. En ik heb daar een aantal fundamentele vragen gesteld, want de minister zocht de publiciteit, want ze ging aan diversiteit doen, een grote stukje in de krant. En ze ging heel stoer doen over allerlei codes die getekend moesten worden. Nou, en dan denk ik als eenvoudig startend Kamerlid, laat ik daar eens een kritische vraag over stellen, want het is mijn taak om de regering te controleren. Dan stel ik gewoon een paar hele simpele vragen over, nou, wat is dan die diversiteit? Dan stel ik vast dat in al die codes, of dat binnen die codes, die verschillende codes, dat definities van diversiteit, voor zover ze al gegeven worden, elkaar tegenspreken. Culturele, etnische achtergrond. Medewerkers van allochtone afkomst. Dus ze spreken elkaar tegen, maar die arme kunstbroeders moeten het wel ondertekenen. En dan stel ik gewoon de vraag aan de minister van wat is nou diversiteit? Wanneer bereiken we diversiteit? Welke mensen moeten dan bevoordeeld worden en welke niet? En ik krijg er niet eens een begin van een antwoord op. Hoe kan zoiets nou? Misschien moeten we ook maar vaststellen dat we daar nooit over eens zullen worden, dat de heer Bosma daar een ander beeld over heeft wat daarin wenselijk is. Heer Bosma, nou, ik vind om te beginnen dat bewindspersonen prudent moeten omgaan met het beroepsveld. En als de minister hier zelf schrijft op pagina 9, instellingen die de codes niet onderschrijven ontvangen geen subsidie, mes op de keel. En als ik dan nu hier de minister hoort zeggen, ja, het gaat er niet om heel precies deze doelstelling te bereiken. Zo kun je toch niet met een sector omgaan? Je kunt toch niet zeggen zoals de minister nu zegt, ja, als er maar stappen die kant op gezet worden. Die codes die zijn heel precies, die zijn heel duidelijk en je moet tekenen, want als je niet tekent krijg je geen geld. En nu zegt de minister, het gaat er niet heel precies om deze doelstellingen te bereiken. En ik citeer, stappen die kant op. Zo kun je toch niet met een beroepsgroep omgaan? Ik weet niet welke, waar u de protesten uit de sector heeft gehoord en zegt van ja, wij willen niet door de minister aangesproken worden op onze eigen codes. Ik heb ze niet gehoord. En dan zegt de minister van ja, maar er zijn geen protesten uit de sector gekomen. Ja, wat is dat voor een rare corporatistische opvatting van politiek? Wij vertegenwoordigen hier het Nederlandse volk, artikel 50 grondwet. En of er nou 100.000 bezwaren zijn uit welke sector dan ook of nul, dat is totaal irrelevant. Ik vervul mijn taak in de Nederlandse democratie. Dus ik kom met een bezwaar. De minister heeft niet het begin van een antwoord erop. Dat is heel raar, want de minister zoekt met veel pauken en trompetgeschal de publiciteit. Ja, we gaan allemaal diverser zijn in de kunstsector. Nou, prima. Als je dan een vraag stelt, wat is dat? En je kijkt in de diverse codes die ondertekend moeten worden. Dan val je van de ene verbazing in de andere. Het gaat over etnische achtergronden het ene moment. Oh, dat is interessant. Etnisch, zo. Dan gaat het weer over medewerkers van allochtone afkomst. Dus het woord allochtoon is blijkbaar ook weer kabinetbeleid. En als ik dan de minister vraag, ja wie dan? Dan is het nu cultuur van en voor iedereen, waarin iedereen zich kan herkennen. Dus er worden tientallen miljoenen euro's worden er uitgegeven op een beleid wat al diverse malen mislukt is. Zie Rick van de Ploeg, zie minister Plasterk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau, nogmaals, heeft er een dikke onvoldoende voor gegeven. We gaan het nog een keer doen. Dan gaat weer heel veel geld uitgeperst worden. En de minister heeft niet het begin van een antwoord wat het doel is van dat beleid. Wat er bereikt moet worden, wanneer. Er is geen nulpunt, er is geen uitgangspunt, er is geen definitie van groepen die bevoordeeld moeten worden. Helemaal niets, maar het geld spuit er aan alle kanten uit. Ja, misschien zit ik iets te lang in de Kamer, maar het wordt een beetje een soort Truman Show, dat ik steeds dezelfde dag langs zie komen. Dat is Groundhog Day. Oh, dat is Groundhog Day, ja, voorzitter. Groundhog Day. Goed dat we een cultuurminnaar bij ons hebben. Ik dacht, ik test hem even. Voorzitter, ja, ik moet hier echt met een mooie motie komen, want het is toch te gek voor woorden dat op die manier beleid wordt ontwikkeld in Nederland. Dat kan toch niet? Wat is dat nou voor een bananenrepubliek-achtige manier om geld uit te geven?